الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد خليف برودرز اند زوسترز Wij zijn al een aantal weken bezig om het verhaal van Ibrahim alayhi salam met elkaar te bespreken. En aan deze belangrijke persoonlijkheid kunnen we niet alleen 4 of 5 of 6 weken aan toewijden. Maar al zouden we een hele jaar over Ibrahim alayhi salam spreken, dan zou dat niet voldoende zijn. Vanwege de belangrijke positie die deze profeet heeft. En vanwege de verheven positie die hij van Allah azza wa jalla heeft gekregen. En daarom is het verstandig voor een gelovige, voor een moslim, sterker nog voor iedere mens, om in de voetstappen te treden van de profeet Ibrahim alayhi salam, die de vader der profeten wordt genoemd. Want geen enkele profeet na hem, behalve dat hij afstamt van Ibrahim alayhi salam. Alle profeten die na hem zijn gekomen, van Isa tot Mohammed alayhi salam, zijn allemaal afstammelingen van de profeet Ibrahim alayhi salam. Sterker nog, de profeet Mohammed alayhi salatu wassalam zegt: ik ben een resultaat. Met andere woorden, zijn komst, zijn boodschap die hij verkondigt, is niks anders dan een resultaat van de dua van Ibrahim alayhi salam. Dit laat zien, geliefde broeders en zusters, hoe belangrijk deze persoonlijkheid is. En hoe belangrijk het is om hem beter te kennen, zodat wij in zijn voetstappen kunnen treden. Vandaar dat ik vandaag een aantal belangrijke eigenschappen, die ik niet zelf heb verzonnen, maar die in de Koran vermeld staan, als eigenschappen van deze bijzondere profeet, van deze grote persoonlijkheid die de wereld, de geschiedenis heeft veranderd. Want voor zijn tijd verkeerden alle mensen in afgoderij, verkeerden allemaal in dwaling, namen afstand van de schepper van Allah azza wa jalla, en ze waren de schepper vergeten, waardoor sommige planeten gingen aanbidden en andere zelfgemaakte beelden gingen creëren om vervolgens te aanbidden. Hij was de schakel daarin en veranderde de geschiedenis, en daarom wordt hij ook hanif, iemand die monotheïst is en dat ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd in zijn dagelijks leven. Ik wil een aantal eigenschappen in het kort met jullie opsommen. Niet om alleen te kennen of te weten wie profeet Ibrahim alayhi salam was. Dat is niet de reden waarom wij deze eigenschappen opsommen en met elkaar bespreken. De reden hiervoor is dat we gaan reflecteren, dat we gaan nadenken over de positie van die eigenschappen in ons dagelijks leven. Hoe beïnvloedt deze positie of deze eigenschap, of beter gezegd deze kwaliteit, mijn leven, mijn manier van denken, mijn opvoeding, mijn werk, mijn bijdrage aan de samenleving, mijn aanbieding? Daar gaat het uiteindelijk over. En daarom is het belangrijk om goed na te denken en te reflecteren op ons dagelijks leven, zodat deze eigenschappen ook een plekje krijgen in ons bestaan, in de manier waarop wij het leven doorbrengen. Het eerste opmerkelijke wat de Koran benoemt in de beschrijving van Ibrahim alayhi salam is het volgende. Allah zegt in de Koran: inna Ibrahima was. Ibrahim was een umma. En we weten allen wat het woord umma betekent. Umma kan verschillende betekenissen hebben in de Arabische taal. Maar over het algemeen betekent umma een gemeenschap. Een gemeenschap wat uit verschillende individuen bestaat. Een gemeenschap die door de verschillende individuen wordt gevormd. En Ibrahim als individu, in zijn eentje, wordt hij umma genoemd. Waarom? Omdat hij de eigenschappen bezit die de umma zou moeten bezitten. Omdat Ibrahim alayhi salam de eigenschappen bezit die de umma kunnen beïnvloeden. Niet alleen iemand die wijst naar anderen, iemand die anderen vertelt hoe het leven anders kan, maar die is zelf capabel genoeg en beschikt over voldoende kwaliteiten om de wereld te veranderen. Niet alleen naar anderen verwijzen. Het is fout van de anderen. Het is fout van de imams die dit en dat vertellen. Het is de fout van de politieke leiders. Het is de fout van de media. Verander jezelf. Beschik over de kwaliteiten van leiderschap. En je zult de effecten ervan ervaren in je dagelijks leven. Dit is uiteindelijk wat aanwezig was in Ibrahim alayhi salam, die de wereldgeschiedenis heeft veranderd. En dat zelfs de komst van profeten na hem een resultaat waren van zijn da'wa, vanwege de verheven positie die hij heeft bereikt. Inna Ibrahima
kana ummatan. De tweede eigenschap die in de Koran wordt genoemd is Ibrahim kana ummatan qanitan. En dat is een hele belangrijke. Al-qunut in de Arabische taal betekent standvastigheid. Al-qunut betekent dat de eigenschappen die jij bezit altijd meeneemt overal waar je bent. En net in het Arabisch heb ik al een kanttekening gemaakt over de komst van de vakantieperiode. Heel veel mensen proberen hun best te doen gedurende het jaar. In aanbieding door te brengen. Als goede mensen te zijn die afstand nemen van zondes en het ongehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die mensen doen hun best, maar op het moment dat de vakantieperiode, met name de zomervakantie, aanbreekt, zie je dat ze zichzelf lostrekken van hun principes en bepaalde zaken ondernemen die niet oké zijn. Die niet toegestaan zijn. Onder het mom van, ik ben op vakantie. Je bent altijd op vakantie, zolang je maar je relatie met Allah azza wa jalla vasthoudt. Hou vast aan je principes, ongeacht waar je bent. Op werk ben je een moslim met jouw eigen identiteit en met jouw eigen eigenschappen en kwaliteiten. Het is niet verstandig om te zeggen, nu ben ik op werk, ik ben onder niet-moslims, dus het kan zo zijn dat ik bepaalde principes opzij zet. Dit is niet wat qunut is en dat is ook niet de essentie van geloof. Geloof is geen jasje die je uitdoet wanneer je maar wilt. Het is een kwaliteit, het is een onderdeel van jouw leven die je overal meeneemt en het beïnvloedt jouw leven. Maar dan wel op een positieve manier, zoals het verhaal van Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. De derde eigenschap is hanif. En we hebben net al kort ernaar gerefereerd. Hanif in de Arabische taal betekent iemand die zich wendt tot een andere kant. Met andere woorden, Ibrahim groeide op in een omgeving waarin afgoderij de norm was. Waarin ongehoorzaamheid jegens Allah azza wa jalla de norm was. Waarin zondes plegen de norm was. En hij begon na te denken en gebruikte zijn verstand die hij van Allah azza wa jalla heeft gekregen. Ik ga niet met de stroom mee. Ik ga niet meegenomen worden door elke wind die over mij waait. Ik bepaal mijn eigen weg op basis van mijn verstand en de leiding die ik van Allah azza wa jalla heeft gekregen. En daarom heeft hij als de enige in zijn tijd gekozen voor het rechte pad. En voor de eenheid van Allah. Hij heeft zijn verstand gebruikt. Hij is met mensen in dialoog gegaan. Ata'buduna, aanbieden jullie degene die niet horen. Degene die niet kunnen spreken. Degene die niks voor zichzelf kunnen betekenen. Aanbieden jullie een zon die niet lang volhoudt. Aanbieden jullie de maan. Aanbieden jullie dit. Hij ging met hen daarover in gesprek om tot een bepaalde conclusie te komen. En dat is ook de reden waarom hij al die al-asnaam heeft vernietigd. Om hen aan het denken te zetten. En hij heeft alleen de grootste God in hun tijd heeft die laten staan. En toen ze de volgende dag zeiden, Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Toen ze hoorden dat Ibrahim de boosdoener was, hebben ze hem uitgenodigd. Waarom heb je al deze goden kapot gemaakt? En hij zei, heb ik dat gedaan? En zei hij, ja, want je hebt alles kapot gemaakt behalve deze grote. Hij zegt, stel hem dan de vraag. Hij is toch jullie God? Stel hem dan de vraag of ik het heb gedaan. En toen gingen ze op zichzelf reflecteren. Hij kan niet spreken. En toen zei hij, hoe kan jullie iets aanbidden wat niet kan spreken, wat zichzelf niet eens kan beschermen tegen een jonge persoon? En toen ging de aanpak of de tactiek werd veranderd, gingen ze van dialoog tot bestraffing. En zoals het gebruikelijk is bij alle tirannen, op het moment dat argumenten er niet meer zijn, dan gaan ze beschuldigen, gaan ze jou in de gevangenis zetten, et cetera. En dat is ook met Ibrahim alayhi salam gebeurd. Hanieven, monotheïstisch, rechte pad blijven behouden, ongeacht de omstandigheden. Ibrahim, we hebben al 2 weken geleden gesproken over de beproevingen die hij heeft meegemaakt. En hij heeft principes nooit losgelaten. En geloof in Allah azza wa jalla is daardoor alleen sterker en sterker geworden. De vierde eigenschap die in het verhaal of in de beschrijving van Ibrahim alayhi salam wordt genoemd is shakiran li an'umi. Een dankbare dienaar, een dankbare persoon. Met andere woorden, het was iemand die niet alleen dacht bij zichzelf, ik heb dit met mijn eigen kennis en wijsheid bereikt, maar hij linkte het ten alle tijde aan de schepper, aan Allah azza wa jal. En was daarvoor dankbaar. En daarom zeggen onze geleerden, dankbaarheid dient gestoeld te zaken op 5 dingen. En dat is heel belangrijk om te onthouden. 5 zaken waarop dankbaarheid gestoeld dient te zijn. Het eerste, geliefde broeders en zusters,
is dat dit ervoor moet zorgen dat jouw band met de schepper verbeterd wordt. Dat je bewust bent van je schepper. Dat jij ervaart dat dit daadwerkelijk afkomstig is van Allah Azza wa Jalla. En de tweede, dat dit een aanleiding is om hem te gehoorzamen daarin. Dus met andere woorden, je dient niet de grenzen te zoeken. Je dient datgene te doen wat Allah Azza wa Jalla van jou heeft gewild. En wanneer je beseft en de weg inslaat die Allah Azza wa Jalla voor jou heeft gewild, dan wordt er automatisch liefde in jouw hart gecreëerd, jegens jezelf, jegens je omgeving, maar vooral jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je liefde creëert voor je schepper, vanwege het besef van de gunsten die Allah Azza wa Jalla jou heeft gegeven. Het vierde punt, geliefde broeders en zusters, is dat je dat gaat inzetten zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft gewild. Wanneer je bezittingen hebt gekregen, wanneer je kennis hebt gekregen, wanneer je kinderen hebt gekregen, wanneer je bepaalde positie, sociale status of wat dan ook hebt gekregen en je beseft dat dit een gunst is van Allah azza wa jalla, zet het in, gebruik het, benut het zoals Allah azza wa jalla dat heeft gewild. Dat zijn de fundamenten, geliefde broeders en zusters, waar dankbaarheid op gestoeld dient te zijn om in dankbaarheid als houding te blijven. Vijfde eigenschap, geliefde broeders en zusters, en dat is de ene laatste voordat we gaan afsluiten, is al-hilm. Dat is zachtaardigheid. Opmerkelijk hoe deze profeet, ondanks alle beproevingen, alle moeilijkheden, al het onrecht wat hem is aangedaan, dat hij wel standvastig bleef in zijn geloof, dat hij geen compromis heeft gesloten, dat hij zijn principes niet aan de kant heeft geschoven, maar desondanks is hij altijd zachtaardig gebleven. In zijn dialoog met zijn vader heeft hij de dialoog gevoerd op de allerbeste wijze. Ja, abati, lima ta'budu ma la yasma. Op een allerliefdevolle manier. In zijn dialoog, zelfs met de mensen die hem in het vuur wilden gooien en dat uiteindelijk wel hebben gedaan, bleef hij zachtaardig zonder zijn principes opzij te zetten, zonder niet voor het geloof op te komen, zonder dat hij niet voor zichzelf zal opkomen, uiteindelijk het overlaten aan Allah subhanahu wa ta'ala. In zijn dialoog met zijn zoon, toen hij de opdracht kreeg om hem op te offeren, heeft hij ook niet uit emotie zijn waarden en zijn principes losgelaten, maar hij bleef standvastig houden. En dit brengt mij eigenlijk bij het laatste punt, dat wij als gelovigen, als volwassenen, nooit, maar dan ook nooit de volgende generatie moeten vergeten. Bouw een gezonde wereld voor jezelf, maar vooral voor degene en voor de generatie die na jullie zullen komen. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, ja ayyuhalladhina amanu, o jullie die geloven, qu anfusakum, bescherm jezelf, wa ahlikum nara, alle kinderen die wij hebben. De volgende generatie is ons verantwoordelijkheid en daarover zullen we ondervraagd worden. Geef ze principes mee, geef ze kwaliteiten mee, geef ze geloof mee, want dat is uiteindelijk wat hen redding zal betekenen, zowel in dit leven als in het hiernamaals. En dit allemaal, en voor dit allemaal hebben we geduld nodig. Geduld is iets wat al deze eigenschappen bij elkaar brengt. Als Ibrahim alayhi salam, zoals de Koran hem beschrijft, niet geduldig was, فَصْبِرْ كَمَا سَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ, als hij dat geduld als eigenschap niet had, dan was het een uitdaging om standvastig te blijven, om da'wa te doen, om andere mensen uit te nodigen en om zorgzaam te blijven voor zichzelf en voor anderen. Mag Allah azza wa jalla ons in staat stellen om in zijn voetstappen te treden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om hem als voorbeeld te nemen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.